De Beuningse wethouder Pim van Teffelen heeft dinsdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Teffelen kreeg zijn onderscheiding van waarnemend burgemeester Daphne Bergman. Dat gebeurde aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanaf april 2002 tot aan mei van dit jaar was Van Teffelen gemeenteraadslid in Beuningen. In mei werd hij benoemd tot wethouder. In zijn portefeuille zitten zorg, inkomen en werk.